overtreders blijven stijgen. Chinonso in Guinness Book of World Records. En het inauguraal gedicht van Amanda Gorman. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Wij zijn 21 dagen in het nieuwjaar, maar het aantal lockdown-overtreders blijft dagelijks stijgen. Het afgelopen weekend waren er binnen Paramaribo al meer dan 100 lockdown-overtreders. Ondanks vele waarschuwingen van de politie, hebben zij toch nog te maken met heel wat lockdown-overtreders. Vooral in het weekend worden er heel wat overtreders aangehouden. Veel is relatief. Maar we hebben nog altijd te kampen met lockdown-overtreders. Elke dag, dus van maandag tot vrijdag, maar dan ook in het weekend in Paramaribo en in alle districten. Sommige overtreders zijn op weg naar huis. Ze haasten zich om alsnog op tijd thuis te zijn. En ja, ze zijn meestal dan niet succesvol. Naast de feestende, ook gewoon mensen die zich naar clubs begeven, nightclubs, dancings. De afgelopen week verschenen er beelden op social media waarbij politieagenten feestbezoekers hadden opgepakt om naar POC te vervoeren. Ook apparatuur en muziekinstrumenten werden in beslag genomen. Alle overtreders worden beboet. Wij hebben in een aantal informatieprogramma's aangegeven dat het moment van boeteoplegging zou aanbreken. Feestende, die worden dus ook beboet. Als het gaat om feesten waarbij er muziek wordt gemaakt, en mag ik u dus informeren dat ook, dus naast de boete, ook die muziekinstrumenten in beslag worden genomen. Als iemand zich in het openbaar bevindt zonder een mondkap, dan is de kans groot dat hij of zij anderen besmet, toch? De boete daarop is 350 SRD. Zeker degene die feesten organiseren, die riskeren een boete van 5000 SRD. De politie merkt op dat er heel wat mensen zijn die zich wel houden aan de COVID- en lockdownregels. Het korps drukt de samenleving op het hart om zoveel als mogelijk de protocollen te blijven volgen, zodat het aantal COVID-besmettingen kan dalen. Ik zou niet zonder meer zeggen dat mensen zich niet storen aan de maatregelen, want er zijn wel heel veel mensen die echt die maatregelen in acht nemen. En ik ben de mening toegedaan dat we die mensen moeten complimenteren en meer nog bedanken, omdat ze samen met ons willen voorkomen dat het steeds erger wordt. Aan de andere kant zijn we in een samenleving en op grond daarvan kunnen we verwachten dat er altijd wel mensen zullen zijn die het anders zullen proberen dan is aangegeven. Dus we kunnen dankbaar zijn voor die groep die zich houdt aan de regels en aan die andere groep die het toch maar anders probeert. En hoe zal het uw gezondheid vergaan? Mocht u op een of andere manier toch besmet zijn geraakt? Hoe zal het u vergaan als de familie van u besmet is geraakt? Wat zal het resultaat na de besmetting zijn? Hoe zal het aflopen? Dus ik wil die groep vragen om toch maar het een en ander te overdenken, zeker de risico's, en dat ze overgaan naar gehoorzaamheid aan de maatregelen. Dat is de boodschap. Chinonso breekt wereldrecord en e-sports games krijgen veiligheidsprotocollen. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Vorig jaar verschoven de meeste e-sports competities, inclusief die voor League of Legends, Counter-Strike en Dota, snel van persoonlijke evenementen naar online competities. Counter-Strike is een van de eerste die veiligheidsprotocollen schetst voor een terugkeer naar LAN-evenementen. Dat zijn evenementen waar spelers die zich in dezelfde plek op hetzelfde netwerk bevinden, met elkaar kunnen gamen. In een aparte aankondiging zei de Electronic Sports League, ook bekend als ESL, dat het van plan is merendeel van zijn gaming-evenementen te hosten in gecontroleerde studio-omgevingen zonder dat er publiek aanwezig is. Het eerste grote ESL-toernooi van het jaar is de Intel Extreme Masters in Katowice, die vanaf 16 februari online wordt gehouden.
In e-sports zijn League of Legends competities over de hele wereld al aan de gang, terwijl de Call of Duty League volgende maand van start gaat en de Overwatch League in april begint. Epic heeft onlangs ook zijn plannen onthuld voor een Fortnite-competitie met een prijzenpot van 20 miljoen US dollar. In 1 minuut 111 keer de voetbal aanraken terwijl er met een ander voetbal wordt gebalanceerd op de hoofd, dat doet de 12-jarige Chinonso Eche uit Nigeria. Hij heeft hiermee een nieuwe Guinness wereldrecord verbroken. Nobody teach me, but my father made impact in my life by showing me some videos of Lionel Messi, Ronaldo, Okocha and I picked up from there. Hij wordt ook de Amazing Kid Wonderkind Chukwuebuka genoemd. Hij speelt momenteel voor Sporting FC Wari U13. Before, my friends was cursing me, laughing at me, but when I break a record, my friends said they want to be like me. My dream is to become a footballer and international freestyler and travel all over the world. Tijdens de ceremonie ter beëdiging van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris hebben veel artiesten opgetreden, waaronder de jongste dichter ooit bij een presidentiële inauguratie, Amanda Gorman. Amanda Gorman is een 22-jarige dichter, schrijver en activist. Ze is als socioloog afgestudeerd van Harvard Universiteit en is de eerste titeldrager van het Amerikaanse Nationale Jeugddichter Laureaat. Een laureaat is een onderscheiding voor mensen die zich met wetenschap en kunst bezighouden op het hoogste niveau. Amanda werd opeens wereldbekend toen zij als de jongste dichter ooit het inauguraal gedicht heeft voorgelezen tijdens de ceremonie ter beëdiging van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Zij heeft maanden aan het gedicht, genaamd The Hill We Climb, gewerkt en werd voorgesteld om het gedicht te schrijven door Dr. Jill Biden, de echtgenote van Joe Biden. Het gedicht is ook nog aangepast na de bestorming van het Capitool en het belang van eenheid in een land werd extra benadrukt. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. Wat dit optreden zo bijzonder maakt, is dat Amanda een spraakgebrek had die er voornamelijk voor zorgde dat zij de letter R niet goed kan uitspreken. Dit heeft zij deels zelf opgelost door musical liedjes te zingen waar de letter R veel in voorkomt. Ik vind dat van alles het geweldigst. Want in mijn pad ook en als ik bezig ben met mensen om me heen en met mezelf, het is die zwakte in jou die je sterk maakt. Sommige mensen zijn dyslexisch. Sommige mensen hebben gebreken, maar dat zien we niet met het blote oog. En jij moet doorgaan in wat jij mooi vindt, wat je leuk vindt, waarin je goed bent. Dan moet jij een ezelbrug vinden voor jezelf. Dat werkt voor jezelf en dat werkt voor de wereld. En dat heeft ze gedaan. En hoe krijg je dat? Dat krijg je omdat je drijfveer hoog is. Haar drijfveer is hoog. Ze heeft zichzelf opengesteld om het zelf te doen. Om het te bestuderen, in te studeren, steeds te doen. En op een gegeven moment, dan klinkt het goed. En dan hoeft het niet te klinken als anderen, maar je hebt je eigen cadans gevonden. En dat maakt je into a branding product. Want wie zegt dat het zo moet? En daarom hoor ik van spoken word. Er zijn niet te veel regels. Je moet jezelf zijn. Amanda is in haar geboortestad Los Angeles een project gestart om via de literaire kunsten kinderen met een taalachterstand te helpen. En ze heeft grote plannen voor de toekomst. Zoals president van Amerika worden over 15 jaar. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.